draaikrast. Stilte is daar ook aanwezig. Hij laat een verscheurdheid. Het is een oerinstinct. Het is een drang terug te vinden wat je ooit verworven had. De tellingen, zoals dat ze vroeger bijvoorbeeld een boer zijn patatten op zolder droeg of naar de kelder en het aantal zakken telde met streepjes en om de vier streepjes een dwarse lijn erover zetten als vijfde zak. Dat vond ik het heel schoon. Meestal heb ik dus geen vaste patronen in mijn kop. Of vertrek ik niet van schetsen, maar van een lijn, van een vlek. En vanaf het maken van die vlek is alles een gewoon logisch gevolg. Daar moet altijd een bepaalde spanning in blijven. Iets storend, een liedteken. Iets dat wringt, anders is de compositie dood. Creatieve taal, dat is het reorganiseren van het door
in Tweese verworven materiaal. Hetgeen, het visuele dat je kunt waarnemen, is maar het materiaal om dat mee te doen. En daarom is het ook zo weinig belangrijk wat dat er eigenlijk op staat.
Als kind zit altijd te tekenen. Een hele kind tekent ook. Ik ben dat gewoon blijven doen. Mijn enig kind. Een blad papier. Ik schepte mijn eigen wereld in. Schilderen is eigenlijk iets heel religieus. Dat is een zoeken naar het absolute. Lay ya ikon kom oy yom.